De kluis wordt mede mogelijk gemaakt door Nivea Men Sensitive voor onmiddellijke verzachting. In het diepste geheim bereidt een team van topcriminelen zich voor op de kraak van hun leven. We zijn nog. Pas ik erdoor? Ja, echt net. Wat is onze eerste stap? Gaan we niet eerst hun camerabeelden platleggen? Ja, dat ken ik allemaal niet hoor. Ja, maar we moeten wel iets van tactiek, jongens. Ja, ik heb geen tactiek. Ik ook niet. Ik heb vooral wijn nodig. Nou, Michella, die wijn ga je hier niet vinden. Maar als je goed zoekt, misschien wel goudstaven. Ter verduidelijking, het is met goudpoot de bedoeling om goudstaven te verdelen over één of meerdere kluizen. Elke keer een afwijkende verdeling. Helder, over en uit. In dit zwaar beveiligde historische gouddepot, omringd door water, bevinden zich 50 loodzware goudstaven. Welke niet in één, maar over 4 verschillende kluizen verdeeld kunnen liggen. Welke kluizen gevuld zijn en de precieze verdeling is onbekend. Ook bevindt zich in het middelpunt van het fort de zeer waardevolle diamant. Het is aan bewakers Giel, Thomas en Stefan de taak om dit alles met hun leven te bewaken. Ik zie iemand rennen! Ik heb je back! Hey, hey, daar, daar, daar! Oh, er rent hier iemand op! Dit is De Kluis. De K1 Fighters hebben vorige week een flinke klap gekregen. Maar deze 3 echte meisjes uit de jungle zijn niet bang voor een beetje stuk tv. Nou, kijk, hier liggen al het nummer van de kluis. Die moeten we onthouden. Oh, schrijf op, hier, kom hier. Zal ik weer op het volgende koppen? Kunnen we het onthouden? 3529. Deze code werkt op alle 4 de kluizen. Maar geen van beide teams weet welke kluizen gevuld zijn en hoe de 50 goudstaven zijn verdeeld. De overvallers kunnen bij het videoarchief de bewakingsbeelden bekijken door middel van het invoeren van de kluiscode, om zo de verdeling te achterhalen. Om te winnen moeten de overvallers minstens 25 goudstaven buiten het terrein weten veilig te stellen. Jullie gaan met de auto, toch? Ja, dan ga jij daar bij de diamant. Ja, is goed. Maar waar is het bootje waar je kan... Ik wil een bootje waar je rust punt. Ik heb vooral veel rust nodig. Hoi, ik ben Michella en jullie kennen me misschien van Echte Meisje in de Jungle en zoveel meer. En vandaag ben ik overvallen en ga ik de kluis helemaal leeg trekken. Waar was het? Waar is het hoofd? Hier is het stuk. Oh, hier is het stuk. Oh, dan kunnen we beter hier naar binnen komen, denk ik. Met vlot. Nee, maar dan kunnen we niet met de boot, hè? Met de bus. Wel, dan kan je met de bus er niet zetten. Toch niet over het water. Je zet toch de bus daar voor het vlot neer en dan ga je toch voor dat vlotje. Oh, en ga jij naar touw trekken dan? Ja, jij bent hartstikke sterk. Oh, ga toch weg. Ik ben Louise Jansen en ik heb al 8 jaar een realityprogramma bij TLC. En ik ben natuurlijk ook bekend van Echte Meisjes in de Jungle. Als ik mezelf moet omschrijven, ja. Terminator. Rambo. Nou, kijk, hier is het tablet. Tablet. Oh, wat is dat klein. Ik heb mijn bril niet op, hoor. Op deze tablet hebben de overvallers toegang tot de beelden van de beveiligingscamera's die verspreid hangen over het hele terrein. Zo kunnen de dames Team Stuk uitvoerig in de gaten houden. Maar Team Stuk kan deze beelden ook zien vanuit hun high-tech controlekamer. Maar het draait niet alleen om ogen in het veld. Ook de skills van onze doorgewinterde bewakers worden continu op de proef gesteld. En dat kan natuurlijk altijd beter. Hey. Steef! Ah, top. Steef, kom even. Ik heb een leuk spel, man. Kijk. Kijk, 10 punten. Zo, kijk, wij zijn schietcursus aan het doen. Kijk, waarom moet dan mijn hoofd er weer op? Wil je ook schieten op jezelf? Ja, op zich wel. Ja. Jezus, het is wel... Ja, je hebt echt goed geoefend. Dankjewel. Ik ga even een nieuw magazijn erin doen. Ik ga ook een nieuw magazijn halen. De boys schieten in ieder geval met scherp. En de overvallers, die zijn er nog niet helemaal uit wat hun plan gaat worden. Ik kom dan van deze kant, maar die diamant moet de deur open kunnen. Hè? Wat zeg je? Om de diamant te bemachtigen, moeten de overvallers de diamantknop indrukken. Ben je klaar voor? Ja, rennen. Go. Dit opent de deuren gedurende 20 seconden. Teamwork is uitermate belangrijk. Want na deze tijdspanne sluiten de deuren onverbiddelijk. Met alle gevolgen van dien. Ja, dit is dom. Hier kon je op wachten. Geel voor Steef, je gelooft het niet. Maar kijk maar even in de kamer van de diamant. Nee, dat meen je niet, gast. Ja. Je moet ons komen helpen. Jezus, wat zijn dit voor gasten, jongen? Ja. Ik ben onderweg, stelletje pannenkoeken. Oh, jullie komen met de vlot. Die is dicht bij de knop, zie ik. Ja, de knop. Oh ja, dan drukken wij op de knop. Ja, wij knoppen op de knop. Nee, druk op de knop. Ja, doen wij dat. Wil jij een pistooldief?
Ja, is goed. De echte meisjes uit de jungle starten met één wapen. Maar met welke dief gaat dit wapen precies mee? Hey, ik ben Diva. Je kan me kennen van Echte Meisjes in de Jungle. En vandaag ben ik een echte overvaller. Oké, dus eerst de diamant. Ja. Wie neemt deze mee? Doe jullie dat. Zie ik er zo intelligent uit? Maar dan moeten jullie communiceren of zij in de buurt van die diamant... Ja, dat is goed. Wij kennen dat. Ja, pak jij dat pistool, wij hebben dit. Nou, onze verdeling is chaos. Jij doet dit, jij doet dat, jij doet zo. En uiteindelijk wordt het hem allemaal niet, denk ik. Wat heb je allemaal mee? Ze zei ze broodjes en chocola en zo, als ik honger krijg. We willen absoluut winnen van een stuk tv. Absoluut. Wij komen om te winnen. Zo. Klaar? Succes. Ja, succes. We gaan het redden. 1, 2. Hup. Jullie gaan in de auto? Ja, ik zie jou zo, hè? Ja. Ik hoor jou zo. Ja, niet te pletter rijden, hè? De klok is gestart. Diva, Louisa en Michella hebben vanaf nu 2 uur de tijd om een zo groot mogelijke buit van minimaal 25 goudstaven veilig te stellen. Giel en Thomas zijn gelukkig weer bevrijd, zodat zij weer hun beveiligingsrondes kunnen gaan lopen. Hey, Steven, de blauwe kluis is check. Dat is maar goed ook, want deze echte meisjes uit de jungle komen met een bloedvaart op het fort af. Ja, wat? Ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb geen R's. Ja, gewoon rijden. Nee, je hebt een R nodig en een D. Dat heb ik hier niet. Ik denk, what the fuck? Ik heb nog nooit in mijn leven zonder pook gereden. En ik ben echt aan het zoeken naar dat pookje. En ik heb hem niet vinden. Waar de fuck is die pook? Daar, hier. Of niet, daar. Hier. Nee. Ja, dat is een R en een N. Oh ja. Ik heb natuurlijk het beste team, hè? Michelle en Diva. Oké, ik zit in de boot. Hij vaart. Hi. We gaan een overval plegen. We gaan een overval plegen. Dankjewel. En dan gaan we naar de plaats van bestemming. We moeten naar het vlot. Kijk eens op de kaart wat het vlot is. Het vlot bevindt zich aan de zuidzijde van het fort. En is een tactisch sterke positie om het terrein te betreden. Aangezien het binnen handbereik van de diamantknop ligt. En dan rijden we eerst een gewone weg zo over. En dan één komt een smal paadje. Nou, dat vind ik doodseng. Oh, dat durf ik niet. Nee, dat durf ik niet. En dan kom je bij dat vlotje uit. Oh, hier is het. Ja, hier eruit. Kom maar, laat mijn auto bestaan. Nou ja, dan moeten we aan de overkant gaan. Nou ja, dan moet ik dat bootje losmaken. En ik ga erop staan. Ja, die Wous, die gaat met één been op het vlotje staan. Oeh, trek me terug! Trek me terug! Trek me terug, ik doe de split! En het gaat uit elkaar en ik sta gewoon in de split. En je hoort gewoon... En Mie staat me gewoon recht om mijn gezicht uit te lachen. Trek, trek, trek! Hij valt op! Trek! Trek nou, ik val in dat water! Ik help niet, want ik sta gewoon te lachen. Ik lach je recht in je bek uit. Trekken, trekken, trek, trekken, trekken, trek. Ja. Ah! Ah, mijn voeten is al nat, jouw rotte kut. Ja, ik heb mijn broek geplast hoor. Ik kan dit niet. Want jij laat mij vallen. Oh. Oké. Okay. Jij moet ook trekken. Ja, ik moet... Om en om, hè? Ik heb net al heel veel energie gegeven hier, hè? Louisa en Michella arriveren bijna op locatie. En bij kapitein Diva aan de oostzijde van het gouddepot is er ook land in zicht. Kut. Nee. Kutzooi. Hoezo dacht ik dat ik dit kon? Maar oké. Dat is niet slecht van mezelf. Het is een wonder. Want deze echte meisjes uit de jungle zetten allemaal voet aan wal op het gouddepot. Binnen de grenzen van het speelterrein lopen ze het risico om de bewaking tegen het lijf te lopen. Zouden onze heer al iets doorhebben? Kunnen we zo even wisselen? Want ik verveel me best wel erg eigenlijk. Moet ik Steven aflossen? Ja, doe maar. Of doe jij Steven af? Nee, doe jij maar. Jij hebt nog niet in de controlekamer gezeten. Steve, kom jij maar lekker naar buiten. We lossen elkaar af. Een actie die met risico komt, boys. Want deze gelegenheidscriminelen staan in de startblokken. En de dames hebben het natuurlijk gemunt op één ding. De glinsterende diamant. Weet je wat ik doe? Ik doe gewoon hey. En dan druk je snel op die knop. Nou, doe dat. Ga rennen. Ren dan. Ren. Ik ben aan het kijken waar die camera's hangen, kut. What the fuck? Wat? Hangt dat paramotor hierboven? Huh? Als dat een overvaller is, zwaar respect. Ga daarheen, paaltje voor paaltje door. Oké, het zakje. Druk. Hey, daar. Er rent hier iemand op. Houd het auto. Pak links. Nou, dus ik ren met de tyfus helemaal naar die deur.
En die deur is gewoon dicht. Schijnbaar heb ze al geroepen, ja doe, maar dat heb ik niet gehoord. Dus op een gegeven moment denk ik, druk op die knop en ik zie wel. Pak de diamant. Wow! Jongens, die diamant! Die diamant is weg! Ik zie hem ontdekt rennen! En ik ren. En op een gegeven moment zie ik Stuk TV aankomen. Dus ik wil die berg overklimmen. Laatste waarschuwing! Ja, blijkbaar hadden ze me beschoten. Maar ik voelde niks. Het is nog allemaal verdoofd, hè? Ik ben naar Turkije geweest voor een liposuctie, dus ik voel het allemaal niet meer. Louisa, a.k.a. The Terminator, a.k.a. Rambo, is toch wel echt geraakt door Stefan. En mag nu 10 minuten niet meedoen aan het spel. Ook kost dit de overvallers 1 van hun 2 extra levens. Wanneer een team zonder levens komt te zitten, is het game over voor de eerstvolgende speler die wordt uitgeschakeld. En na deze uitschakeling heeft Louisa de diamant niet kunnen veiligstellen. Dit glinsterende hebbendingetje zal toch echt eerlijk moeten worden teruggegeven. Oh, Louisa! Ja, geef maar weer terug. Dankjewel. Gezellig. Wat een chaos. Dat was een verrassingsaanval van 2 vrouwen. En welke 2 vrouwen waren het? Michelle en Louisa. Van Echte Meisjes in de Jungle. Ineens hoor ik door mijn oortje, Louisa is geschoten. Dus ik denk, what the fuck? Ik zou de diamant toch pakken? Dat was net de tactiek die we hadden afgesproken. Maar Michelle en ik zijn nog in de game, dus we gaan voor poging 2 diamant pakken. Dief, ben jij klaar voor de diamant? Mies, ja, ik sta klaar. Diamant ligt op zijn plek. Wij even de porto checken. Ze waren vet snel. Maar goed gedaan. Ja, jij hebt ze afgeschoten. Ja, zeker. Jongens, de deur van de diamant gaat open. De deur van de diamant gaat open. Ik hoor Michelle. Ik heb hem ingedrukt. Oké, let's go. Jongens, ik zie iemand rennen. Ik zie iemand rennen. Ze is gewapend. Oké. De diamant wordt weer gestolen. Ze is gewapend. Dus ik heb de diamant, maar ik zie in elke ooghoek een jongetje van Stuk TV staan. Dus ik hou die gun bij me en ik trek een sprint. Blijf staan. Nee, flikker op. Ja, nu is ze wel weg. Kutzooi. Mis, ik heb hem. Echt, meen je dit even serieus dat je nog een keer die diamant laat pikken? Ik heb hem. Ik heb de diamant. En ik ben niet gepopt. Goed zo. Ik ben echt fucking blij, want we hebben de diamant. Ik ben nog niet dood en Michelle is ook nog in het spel. Met de diamant veiliggesteld buiten het terrein zetten deze echte meisjes hun score op 15 goudstaven. Want diamonds are girls' best friend. Dit was die derde. Dit was Diva. Dit is Diva. Ze hebben de diamant al, hè? Ja, ik weet het. Ze hebben al 15 goudstaven. Oké, ik ga wisselen met Giel. Ik stuur Giel het veld in, oké? Oké. Ik ga kluizen lopen, ik ga porto checken. Steven van Giel, we gaan wissel doen, ik kom naar jou over. Nou, dat dacht ik ook. Louisa heeft haar 10 minuten time-out netjes uitgezeten. En kan nu op het perfecte moment voor een noodzakelijke afleiding zorgen. Mies, waar ben je? Diva, waar ben je? Diva wacht aan de oostzijde van het gouddepot, keurig op instructies van haar teamgenoten. En Michelle beweegt zich langzaam richting het wapen. Gele kluis, check. Nou ja, dan mag ik weer terug het spel en ik denk, ik ren maar gewoon weer naar de eerstvolgende kluis, want iedereen is maar aan het rennen en aan het doen. Deze superspion weet precies wat ze doet. Ze zit in het hoofd van Stuk en denkt altijd 1 stap vooruit. Jongens, ik zie beweging bij zuidzijde. Heel langzaam loopt iemand nu de gele kluis in over. Giel, van Tovers, nu erin duiken. Ik ben weer gepakt. Weer het af. Weer 10 minuten wachten. Zo, schatje! Hi! Hoe is het? Niet goed nu, hè? Zeker niet. Dit kost de echte meisjes in de jungle hun laatste extra leven. Wie nu wordt afgeschoten, ligt definitief uit het spel. Nu moeten jullie die kluis licht schroepen, want iedereen is bij mij. Kom op. Kom, we moeten hier weg. Oké, Mies, waar ben jij dan?
Ik heb een wapen. Hoe werkt dit? Giel vroeg, Steef, kun je ons updaten? Update is dat andere kluis zijn veilig, camera's zijn goed, over. Ik ben aan die kist aan het trekken, ik denk nee, dat sleuteltje. Ik pak die wapen en ik ren heel hard die boot weer op. Ik ben gewoon helemaal in het spel. En ik ga die berg op. En ik klim en ik klauter. En ik heb gewoon echt niet door. Ik heb gewoon niks. Die adrenaline gaat door je lijf. En in één keer denk ik... Oh, ik zit in brandnetels. Oh, alles deed me pijn. Kutzooi. Oh, alles... Nou voel ik nu pas. Michelle, waar ben jij? Ik zit in de brandnetels, lief. Ik zit helemaal... Godverdomme, nou voel ik alles branden. Oh, kutzooi. Tussen mijn benen, tussen mijn kont, mijn enkels, mijn handen. Hier, overal. Godverdomme, man. Nee, dan kan ik u vertellen, dat is niet fijn. Kut. Giel voor Steef, hoe is het bij de groene kluis? Over. Groene kluis is check, over. Blauwe kluis is check, over. Rood en geel ook check, over. Ja, ik heb het wel hier gezien, joh. Ik denk dat ze voorlopig wel even klaar zijn met ons. Thomas en Stefan voegen een wisseling van de wacht uit. Ik ga even lopen. Oké. Okay. En na het gevecht met de brandnetels heeft Michelle haar volgende doelwit alweer in de ogen. De gele kluis. Ik loop naar de gele kluis en ik ga naar binnen. En er staan allemaal van die rekjes met doosjes erop. Ja, ik denk, ja, ik ga er niet helemaal omheen. Oh, man, ellende. En ik kom bij die gele kluis aan. Attentie, attentie, gele kluis. Gele kluis, attentie. Laat ze hier naar binnen lopen. En ik druk de codes in. Ik al die goudstaven erin. Ik denk zo, die heb ik. Weet je hoe zwaar die dingen zijn? Zo fucking zwaar. Ik ben aan het sleupen met dat zakje. Oh, kan het niet tillen? En ik hoor ik... Buiten je, Steven, omsingelen die handel. Ik ren de trap op en ik laat ook gewoon mijn rugzak achter, hè? Jongens, visueel contact bij gele kluis. Volgens mij wordt er goud naar boven gesleept. Giel voor Steven, ik sta buiten. Louisa, haar tijd zit erop. En dus kan zij meteen voor een nieuwe afleiding zorgen. Rende ik maar naar de rode kluis. Ik denk, er zal vast wel wat in zitten aan. Je moet bij de rode kluis, jongens. Je wordt nu opengemaakt. Over. Ga jij maar naar de rode kluis. Iemand zit boven daar. Oh, kut. Nou, niks. Staan blijven! Dus ik ren via de voorkant maar eruit. Een rood zet niks. Ik heb iemand bij de rode kluis. Nou, Stefan... Ik denk van niet. Louisa is namelijk al lang weg via de andere kant. Michelle zit echter nog steeds als een rat in de val. Klaar! Ik wil niet dood. Nee, mij gaat hij niet raken. En ik ben op de grond gaan liggen. Ik denk, nee, ik ga niet dood. Giel heeft de tas van Michelle gevonden. Vol met goud en een lekkernijtje. Er zou saizenbroodje zitten erbij. Diva beseft zich dat ze op dit moment toch weer in actie moet komen. Ik zie op mijn plattegrond dat de groene kluis om de hoek is. Dus ik besluit in mijn eentje naar de groene kluis te gaan. Stefan, groene kluis, nu! Stefan, groene kluis, nu! Ze komen naar je toe, Diva. Maak hem open. Geen goud. En dan moet je maken dat je wegkomt, Diva. Stefan komt er namelijk in een razend tempo aan. Stefan, degene bij de groene kluis is gewapend. Over. Hoor die jongens om me heen. Ik denk, shit. Dus ik hou mijn wapen gereed. Mies, welke kluis had jij? Staan blijven! Stefan is nu bij de groene kluis. Voor hem wordt er geschoten. Er is contact. En wapen weg! Wapen weg! Stefan houdt Diva onder schot bij de groene kluis. En dus lijkt het Louisa een goed idee om een nieuwe missie in te zetten. Ik denk dat ik nu even naar de blauwe kluis ga. Wat je zou kunnen doen, je zit hier boven. Je komt naar beneden. Zonder wapen. En dan mag je naar buiten. Oh
eerst. Auw, ja! Kut! En ik raak hem. Fuck! Fuck! Diva, heb je hem geraakt? Ja! Ik kan het niet laten om mijn favoriete line van Tupac te gooien. That's why I fucked your bitch, you flat motherfucker! Goed zo, Kent. Goed zo. Goed zo, Diva. Goed zo. Kaulo, nu moet ik nog naar beneden. Oh, nee. Volgens mij is Steven afgeschoten. Ik krijg geen contact meer met hem. Giel Fourteau, dan moet je de controlekamer loslaten. Ik heb hier liever een mannetje op het veld extra. Over. Deze fat motherfucker ligt 10 minuten uit het spel. Team Stuk heeft nog maar 1 extra leven. Ik denk, ik moet zo snel mogelijk safe zijn, want ik weet niet waar de rest rondloopt. Oké, Diva is de trein af. Over. Oh, ik kan niet meer. Louisa, Mies. Stefan is uitgeschakeld. En Thomas loopt hier bij de operatiekamer. Welke kluis zou ik gaan checken? Blauwe kluis, over. En ik kom naar de blauwe kluis. En daar ligt gewoon al het goud. Dus ik denk, pakken. Klaar. De Terminator is gevallen. She won't be back. Louisa ligt nu definitief uit het spel. Toe, blauwkluis, over, blauwkluis. Ik ben bij de blauwkluis. Oh. Wie is daar, Toe? Wie is daar? Ik heb hier Louisa. Dat had ik moeten tellen. Ja, dat gaat niet, hè. Op een gegeven moment waren ze weg. Ik weer terug. Ik ga hier nog even bij Giel binnenlopen, want er zit ook nog iemand. Dan moet je wel aan de goede kant kijken, Giel. Michella weet namelijk via de achterkant te ontsnappen. Loop die kant op, snel. Misschien die kant, alle achterkant. Ze zitten erin. Daar lopen ze. Wat? Daar. En ik ren weg naar een plek waar niemand is. En ik pak die poort op. Ik denk, daar ben ik veilig. Nou ja, ik ben weer gepakt, Mies en Dief. Dus kijk uit. Ik had wel verwacht dat ik toch wat verder zou komen. Maar helaas. Dus ja, dan dacht ik van ja, ik trek de fles maar open. Even chardonnaytje. Hoe kan het die nou bij mij zo snel zijn? Ik snap dat echt niet. Ik keek nog op die tyfus-tablet en nog pakken ze me. Oh. Oh, dan moet ik even een drankje hebben, want ik ken het niet meer tegen. Oh. Nu is het aan Diva en Michella. Dief, kom naar de gele boot, dan kunnen we afspreken. Oké, ik kom naar het gele bootje. Een goed overleg kan een gezonde basis zijn voor een nieuwe meesterkraak. Het gele bootje in kwestie is een van de 5 veilige havens. Op een gegeven moment sta ik bij de gele boot. Ik denk, daar ben ik veilig. Ik ga even rust nemen. En ik pak mijn rugzak. Nee. En ik kijk. Nee. Oh, ze hebben zo'n seisje. Ze hebben 1 losse seisje erin gelaten. Dat goudstaven eruit waren, had ik wel verwacht. Maar met z'n zijse broodjes. Steven, Giel en Thomas, ik ben weer in het spel. Wat moet er gebeuren? Over. Kan jij die camera's een beetje in de gaten houden en zeggen als er een kluis open gaat? Ja, ik ben in de controlekamer. Camera's doen het nog. Ik heb zicht op alles. Over. Goeie communicatie hoor, boys. Maar Michella heeft zojuist de porto gepakt. En zo kan zij meecommuniceren over het portokanaal van Stuk. Ik denk, hé, ik hoor ze praten. Ik denk, och, daar kan ik ook op antwoorden. Hé, stel eens je teringlijst. Dit ga je niet van mij winnen. Nog niet en ik wil mijn zijse broodje terug. Ik kom daar aan en Michella is aan het communiceren met Stuk TV over de porto. Hey. Vanaf nu zo min mogelijk portocontact. Over, ik herhaal, zo min mogelijk portocontact. Over en uit. Ik wil mijn zijse broodjes terug. Over en uit. Waarom mijn zijse broodjes? Ik dacht, als ik straks honger heb, kan ik eten. Zo zijse broodjes komen je kant op. Klein momentje geduld alsjeblieft. Ik kom zo bij je terug. Hé, hey, ik heb je sausijzenbroodje. Mag ik die hebben? Ja, die mag je komen ophalen. Dan leg je je wapen op de grond en dan mag je heel even op het terrein komen spelen. Ik denk, ja, die legt mij erin. Hij legde zijn wapen neer. Ik denk, nee, ik geloof jou niet. Kijk.
mis. Oh, wacht, ik heb even onderhandeling van sausijzenbroodjes. Eerlijk, hè? Ja. Is er ooit iemand onder schot gehouden voor een sausijzenbroodje? Nee, Diva. Dit is voor mij ook nieuw. Nou, mis, doe dan niet, want dan lig je eruit. Zo belangrijk is het dan niet. Ik heb honger. Ja, maar ik wil winnen. Ik heb honger. Oké, Michelle, ik heb je bek. Precies, kom. Ja, kom. Hé, ik doe niks, kijk. Als er iemand staat, hè? Hé, ik wil dat Diva hem wegdoet, anders schiet ik. Diva, weg dat wapen. Weg dat wapen, Diva. Nee. Diva, je houdt je niet aan de afspraken. Giel, ik heb een idee. Ik heb ook een idee. Wegwezen. Gooi de deur dicht, mis. Ik kan door de gat schieten. Michelle, ga in de boot. Nou, hebben ze de deur dicht. Oh, sorry. Oh my god. Ik schiet de cameraman. Diva. Ik schiet de cameraman neer. Zet de sausijzenbroodjes even uit je hoofd. We gaan nu goud halen. Maar hun staan voor die poort. Zij staan daar. Misschien dat we er zo omheen moeten. Ja. Klootzakken. Diva en Michelle splitsen op. Team Stuk heeft ook door dat Diva en Michelle gevlucht zijn. En dus besluiten Thomas en Giel zich te verspreiden. Ik besluit om achterlangs richting het videoarchief te gaan om te kijken waar het goud ligt. Ik kan hier niet af. Het is te snel. Shit, dit is te snel om van af te rennen. Dus ik glijd de berg af. Recht in het videoarchief en ik hou mijn pistool dicht bij me, want je weet maar nooit wie het videoarchief kan betreden. Ondanks dat alle kluizen zijn geopend, weten Diva en Michelle niet waar het goud zich bevindt. Mede omdat Louisa dit niet heeft doorgecommuniceerd, voordat ze definitief werd uitgeschakeld. Michelle, er zit goud in de blauwe kluis. Misje moet naar blauw, dus ik denk, nou, dan ga ik naar blauw. Dief, ik ben blauw. En ik kom aan en ik denk, ja, koletje, open. Bingo, goud. Blauwe kluis wordt nu opengehaald. Ik herhaal, blauwe kluis wordt nu opengehaald. Blauwe kluis! Blauwe kluis! Blauwe kluis! Hij is blauw, blauw, blauw. Ja, ik krijg hem niet open. En wat denk je? Ik krijg mijn rugzak niet open. En dan hoorde je hun wel weer schreeuwen. Dan kwamen ze weer aan. Ik denk, oh, daar is alweer. Nou, dus ik laat die rugzak weer achter en ik ga weer rennen. Handen omhoog! Handen omhoog! Ja! Klaar. Dat is over en voorbij. U bent de zwakste schakel. Michelle is geraakt en is nu definitief uitgeschakeld. Het lot van de overvallers ligt nu in de handen van Diva. Ik hoor door mijn oortje allerlei geschreeuw. Ik denk, oké, de jongens zijn afgeleid. Ik kan naar blauw. Toe, we moeten nu naar die gele kluis. Die gaan ze nu openbreken. Gele kluis, let's go. Okay. Hey, hey! Game over voor Diva. Fuck! Ik heb Diva afgeschoten. Hoppatee! Ja, gewonnen, lekker. En dan zie ik op een gegeven moment dat we verloren hebben. Ik baalde zo erg, want we waren zo dichtbij. En volgens mij zijn we in elke kluis geweest. We hebben het gewoon supergoed gedaan. Doe het maar eens. 3 meiden, alle kluizen, een diamant. We waren zo vaak zo dichtbij. We hoefden er nog maar 10 te hebben en dan hadden we gewonnen. Deze echte meiden uit de jungle zijn er niet in geslaagd om hun veelvoudig talent om te zetten in goudstaven. Zij wisten alleen de diamant te bemachtigen. Maar omdat ze volledig uitgeschakeld zijn, hebben ze alsnog 0 punten. Ik was een rood, ik had allemaal goud. Daar lag niks in rood. Daar lag wel, ik heb rood. Ik heb 10 stukken in de cake, niet meer tillen. Nou, misschien was je wel een geel. Nee, ik was een rood. Dan stonden van die dingetjes, van die zilveren hok. Ja, geel dus. Ja, dat is geel. Ze hebben het supergoed gespeeld, ze waren niet bang. Ze waren niet bang, ze hebben zich niet laten kisten. Ze hebben de diamant gepakt. Ze hebben alle kluizen open. Ah, ze hebben alle kluizen open. Ja. Dat is toch lijp? Ja. Wij waren net iets beter. Rens had het wapen te pakken en de portofoon. Ja. Maar wij hebben marshmallows. Oh jongens, ik ga nu al genieten weer volgende week van een nieuwe aflevering. Nou Giel, als je die aflevering nu alvast wil zien, moet je naar de Stuk-app gaan.